veel wanneer je nou inzicht, want dat moet je wel kunnen hebben. Ik denk dat je dat al kan hebben door je ervaring. Maar als je ervaring hebt, dan moet je het ook over kunnen brengen en herkennen bij de kinderen. En inzicht, dat is volgens mij heel zelf, want dat creëer je zelf. In je training, in je voorbereiding, bij je inleiding en kern, maar ook je doelen. Ik heb een paar doelen, daar ga ik aan werken. En dat is je inzicht. Als jij ziet dat zijn jouw doelen, die twee dingen waar je op gaat letten, elleboog en grip bijvoorbeeld, als dat fout gaat, dat zie jij al. Dus dat is je inzicht. En dat is het herkennen van die twee.